Welkom, mijn naam is Joyce Asirali en ik ga jullie wat uitleggen over familieopstellingen. Wanneer doen de meeste mensen opstellingen? Als ze belemmerende patronen in hun leven ervaren en die willen doorbreken en verlangen naar authenticiteit, vrijheid, geluk, liefde, kracht, rust, potentieel en energie en nog veel meer andere verlangens die mensen hebben. Een familiesysteem bestaat uit familieleden. Wij zijn allemaal geboren in een gezin. We hebben vader, moeder, opa's, oma's, etc. En ja, samen vormen we een systeem, zeg maar. En dat noemen we een familiesysteem. Dus en in een familiesysteem gebeurt er altijd van alles. Bij onze voorouders, die hebben van alles meegemaakt, waar wij misschien soms niks van af weten, maar op onbewust niveau hun lasten ook dragen. Ja, dat wordt op onbewust niveau generatie op generatie doorgegeven. Bijvoorbeeld als er in een bepaalde generatie heel veel verdriet was en die verdriet mocht er niet zijn. Ja, daar ging men overheen. Wat er dan gebeurt is dat het verdriet nog steeds aanwezig is in het systeem. En op onbewust niveau generatie op generatie wordt doorgegeven. Zo kan het zijn dat je iets in je draagt waar je maar geen vinger op kunt leggen. En elke keer tegenaan loopt. Dan is de kans groot dat het vanuit je voorouders is doorgegeven. Nou, dat zijn vaak trauma's die hebben plaatsgevonden. Niet alles is bekend, maar je lijf en je leven geeft jou wel de weg naar de oplossing. En dat uit zich als patronen. Patronen, daar kom ik straks op terug. Hè, en om deze patronen te doorbreken, is het belangrijk om een opstelling te doen. Daar geef je de lasten terug die je van je voorouders hebt onbewust heb ontvangen. En die kun je teruggeven, waardoor zeg maar in je familiesysteem met terugwerkende kracht geheeld wordt. En ik doe dit sinds 2004 volgens de oude methode van Bert Hellinger. Dus niet volgens het nieuwe opstellen. Dat doe ik niet. En met de lens van eenheid bewust leiderschap heb ik heel veel nieuwe dingen ontdekt en kan ik daardoor nog naar een diepere laag van de ziel gaan. En ook voor het helingsproces heel fijn. Dus dit is de methode van eenheid bewust leiderschap. Vanuit het verlangen, het potentieel. En waardoor mensen ja, stappen vooruit kunnen zetten. Een familiesysteem streeft altijd naar balans, harmonie. Als je aan balans, harmonie denkt, hè, je ziet een mobilee van een kindje hè, wat boven een bed hangt. Dat wil ook altijd in balans en harmonie zijn. Op het moment dat er ergens in een generatie iets is gebeurd, waardoor ja, een extra gewicht ergens komt te hangen, wil het systeem weer in balans komen. Wat gebeurt er iemand anders uit een andere generatie? Die dat niet heeft meegemaakt, die gaat hetzelfde gewicht hangen. Dus als iemand bijvoorbeeld ergens depressief is geweest, kan er iemand anders die gevoelens ook hebben van depressiviteit, zonder dat hij iets heeft meegemaakt. Alleen maar om de balans, de harmonie te herstellen. Door de lasten terug te geven en het patroon te doorbreken, komt er weer een balans zonder die lasten erbij. Ja, familiesysteem, wil die in balans zijn, dan is het belangrijk om te kijken naar de drie basisprincipes. De eerste is dat ieder recht heeft op een eigen plek. Voorbeelden van dat mensen ja, hun plek niet kunnen vinden is bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze bijvoorbeeld voor hun geboorte een broertje, zusje hebben gehad die misschien jong overleden is. Of er is een miskraam geweest of abortus. Dat kindje denkt, nou, of degene die daarna geboren wordt, denkt van, oh, ik ben bijvoorbeeld de eerste. Maar in werkelijkheid
Is hij niet de eerste, maar misschien wel de tweede of de derde. Of als er iemand vermist is, dan heeft die persoon ook geen plek gehad. Of iemand is buitengesloten, om wat voor reden dan ook. Dan hangt dat in het systeem van geen plek kunnen innemen. En ondanks dat je van alles doet om je plek in te nemen, kan het zijn dat deze last ook door jou gedragen wordt. Patronen die je daarbij ziet is dat mensen zich vaak buitengesloten voelen, altijd op zoek naar de plek van waar hoor ik nou thuis, waar voel ik me thuis. En dat is in alle contexten in het leven. Het is in het gezin van herkomst, maar ook bij vrienden, op het werk, op school, etcetera, etcetera. Vaak is er ook een gevoel van buitengesloten zijn, eenzaamheid en leegte. De tweede basisprincipe is de rangorde. Als we kijken naar een familiesysteem, hebben we een vaste rangorde van grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. Op het moment dat er iets in een gezin gebeurt, bijvoorbeeld een van de ouders valt weg, ziekenhuisopname of even uit het gezin of een echtscheiding of wat dan ook, of jong overleden. Wat er gebeurt is dat meestal het oudste kind in het gezin die plek van die ene ouder gaat innemen. Als het ware om naast de andere ouder te staan en voor de broertjes en zusjes te zorgen. Dat is een patroon wat je heel veel ziet vaak bij het oudste kind. En het kind is als het ware de kindplek positie kwijtgeraakt en staat op de positie van een volwassene. Het gebeurt ook wel eens dat een kind niet op de positie van een volwassene staat, van de ouder, maar van de grootouder, op het moment dat hij voor de ouders gaat zorgen. Als je op latere leeftijd, zeg maar, hulpbehoevende ouders hebt, is het een ander geval. Maar als je nog thuis woont en je hebt eigenlijk zorg van je ouders nodig, maar je bent zelf voor je ouders aan het zorgen geweest, dan heb je in de rangorde ben je verschoven van kind naar grootouder. En het patroon wat je daarbij ziet, is dat het meestal mensen zijn die altijd maar aan het geven zijn, zich heel verantwoordelijk voelen, niet durven nee te zeggen en moeite hebben om te ontvangen. Op het moment dat ze iets ontvangen, voelen ze zich schuldig en willen ze iets groters teruggeven. Of vergeet dankjewel te zeggen. Of daaroverheen praten op het moment dat ze iets ontvangen. Of zich verontschuldigen dat ze iets ontvangen. Dat zijn vaak ook de mensen die een burn-out krijgen. Ze zijn meer energie aan het geven dan ze terug ontvangen. Dan heb je nog een derde basisprincipe en dat is dat er een balans moet zijn tussen geven en ontvangen. Als je het hebt over liefdesrelaties of vriendschappen, dan is het belangrijk dat de een geeft, de ander ontvangt, maar het moet ook andersom gebeuren. Als het maar alleen maar de ene geeft en de ander ontvangt, dan is het op een gegeven moment einde vriendschap of einde relatie. Uitzondering is tussen ouders en kinderen. Ouders geven hun liefde aan hun kinderen en de kinderen geven het door aan hun kinderen. Ja, het gebeurt ook wel eens dat een kind heeft besloten om hun liefde of zijn of haar liefde aan ouders te geven, om wat voor reden dan ook. Zo'n kind kan dan de liefde van de ouder niet ontvangen, want het is al de andere kant op aan het gaan. En het patroon wat je daarbij ziet is vaak dat ze zich niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd voelen. En ze gaan extra hun best doen, want op het moment dat ze hun best doen, aardig zijn, behulpzaam zijn, wat er dan gebeurt is, dan krijgen ze complimenten. Dus dan voelen ze zich wel gezien en gehoord en gewaardeerd. Maar ja, even later gebeurt het weer niet. En dan zijn ze elke keer weer hun best aan het doen om gezien en gehoord te worden. Dit zijn de drie basisprincipes en die lopen door elkaar. Die zijn zo met elkaar verweven dat als er een verschuiving plaatsvindt in de ene, bijvoorbeeld eigen plek, dat er ook een verschuiving in de andere plaatsvindt. En de basisprincipes zijn belangrijk als leidraad bij het begeleiden van een opstelling. Nou, werkwijze,
Ja, dat zijn verschillende manieren waarop je opstellingen kunt doen. Wat ik aanbied is één op één en ik werk ook met groepen, met representanten. Eén op één bied ik aan live en het kan ook online. Ik spreek ook twee talen, dus ik doe het in het Nederlands en in het Engels. Als je werkt met representanten, dat doen we ook als we één op één werken, werken we met poppetjes of met vloerankers. Dan is het belangrijk dat we eerst naar de hulpvraag gaan kijken. Ik begeleid je daarbij en met behulp van je hulpvraag gaan we de opstelling beginnen. En daarvoor stel je bijvoorbeeld op jezelf, je vader, je moeder, je verlangen. En als je denkt aan jezelf, je vader, je moeder, je verlangen, dan heb je ergens van binnen een beeld van hoe jullie ten opzichte van elkaar staan en welke kant iedereen opkijkt. Dat kan allemaal de verschillende kanten zijn. Eigenlijk is dat wat je doet als je representanten kiest en opstelt. Je zet ze vanuit je innerlijk beeld of gevoel, zet je ze neer in de ruimte. En het is heel bijzonder op het moment dat iemand stapt op een positie die je hebt benoemd. Wat er gebeurt is dat er als het ware een luikje opengaat en ze voelen en ervaren van degene waar ze voor staan. Dus als iemand staat op de plek van je vader, dan voelt hij en ervaart hij zijn lichaamssensaties, maar ook bepaalde gedachten die horen bij jouw vader. En ik heb al meer dan 1000 opstellingen gedaan. Het is elke keer weer heel bijzonder. Ja, hoe komt dat? Tijdens een opstelling ben je verbonden met het veld of de zero point field. En je krijgt allemaal lijfsensaties en die zijn leidend voor de opstelling. Dat is heel belangrijk om deze informatie aan mij door te geven tijdens de opstelling. Er worden zinnen tegen elkaar uitgesproken. Ik zeg dat voor of komt iets bij je op. Het zijn allemaal helende zinnen op zielenniveau. En op het eind gaat een beweging ontstaan in je eerste innerlijk beeld die je hebt opgesteld. Maar door de zinnen uit te spreken komt er beweging, komt er energie vrij. En uiteindelijk aan het eind van de opstelling dan heb je een nieuw innerlijk beeld. Is een nieuwe rangorde ontstaan. En ja, dat is wat je dan meeneemt, zeg maar. De rest ga je vergeten, loslaten, want we werken op zielenniveau. En door het juiste vergeten, werkt door op fysiek niveau, emotioneel, sociaal en rationeel. Hoe heerlijk is het om geen methodes of technieken te onthouden, maar gewoon door te gaan met je leven en te genieten van het heerlijke gevoel op het eind van de opstelling. Nou, wat kun je daarmee bereiken? De helende stroom van liefde wordt weer voelbaar. En dat is ook de basis van het leven. Je zult je veel, veel ja, beter voelen, gelukkiger voelen. Het mee ervaren is een verrijkende en verrijkende ervaring. En inzicht geeft de inzicht in de werking van familiesystemen. En het derde is dat als je als plaatsvervanger of representant hebt gestaan, dan ervaar je gevoelens en lijfsensaties vanuit een totaal andere context, waardoor de ruimte voor eigen gevoelens en ervaringen wordt vergroot. Nou, voorbeelden van patronen, hè? Dus dat zijn de patronen of de dynamieken, ondanks dat je van alles hebt gedaan, allemaal gesprekken gevoerd, misschien wel met degene ook nog waar je problemen mee hebt. Nou, patronen zijn bijvoorbeeld moeite om je plek in te nemen, dat je buitengesloten wordt, het verlangen om ergens bij te horen, groot verantwoordelijkheidsgevoel, moeite om hulp te vragen of te ontvangen. Behoefte aan waardering, gevoel van leegte, gemis van steun, er altijd alleen voor staan, afwijzing, niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd en niet begrepen worden en niet vooruitkomen en nog veel meer.
We kunnen ook ziektes opstellen, organen opstellen. En ja, daar komt ook hele bijzondere informatie uit voort. En misschien kom je hier in het rijtje of de dingen die ik heb benoemd, wat patronen tegen die je in je eigen leven herkent. En je wilt daar iets aan doen, neem gerust contact met me op. Voor informatie en contact kun je naar mijn website www.eenheidbewustleiderschap.nl of je kunt me e-mailen info@eenheidbewustleiderschap.nl. Dankjewel.